deze vrijwilligers en de bedrijven die mede hebben geholpen zeer dankbaar voor hun hulp. In de ontvangstruimte vindt u straks langs de rand van het plafond een lijst met namen van iedereen en elk bedrijf die ons geholpen heeft als een blijvende herinnering aan de bouw. Super. Dat is geweldig. Ik wil allereerst alle vrijwilligers en mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt, deze fantastische baan. Wij vinden het een fantastisch eerbetoon aan onze Sjoerd dat deze baan zijn naam draagt. We hopen dat deze baan bij iedereen veel plezier mag voorbrengen. Bedankt. We hebben nog een bedankje voor Tom van de Klundert, die alles in gang heeft gezet. Tom? Dat is niet Ja. Ik? Uitpak ook denk ik, Mike. Ja, jij bent Tom. Ik ben Tom. Ja. Nou, dat. Maar we zijn nu zover dat we gaan het openen van de ijsbaan en het clubhuis. Het is keurig versierd. En wat ik al zei, Sjaak hebben daar weten voor weten strikken die dat wil gaan doen. En Sjaak heeft een briefje in zijn hand. Ja. Dat zal ook wel wat betekenen. Ja, want uit het hoofd dat lijkt wel niet mee te vallen. Uit het hoofd lijkt wel niet mee te vallen. Nou, we beginnen. Hartelijk welkom iedereen. Het is een bijzondere dag voor IJs en Skielerclub de Noord. Het is voor de tweede keer in ons 113-jarig bestaan dat we een clubhuis openen. De eerste keer was het in 1965 op het Zeehoekterrein, waar ook de landijsbaan in de winter van 62-63 was geopend. Een van de eerste in West-Friesland. De kantine werd betaald van de opbrengsten van de vele autotoertochten over het IJsselmeer naar Friesland. In 2006 moesten we vertrekken. Zo en allemaal. In 2006 moesten we vertrekken van het Zeehoekterrein en hebben hier aan de westrand dit terrein van de toenmalige gemeente Werfzoof in bruikleen gekregen. Maar zonder kantine en bergruimte ben je als ijsclub nergens. We hebben er 8 jaar voor gestreden en dankzij de Werfzoofse gemeenteraad is er toch geld beschikbaar gesteld. Met de voorwaarde dat er ook een skielerbaan zou worden aangelegd. Met veel steun van vele sponsoren en de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers is het ons toch gelukt. En hierbij open ik het clubhuis. Knip. Nou, let op, Sjaak. De spel er wel, denk ik. Ja, dat gaat keurig. Maar Sjaak mag nog steeds niet naar binnen, want we hebben nog meer. Sjaak, ik kijk even rond. De meneer met de hoed. Het bestuur van de ijsclub De Noord, van harte gefeliciteerd met dit prachtige complex. Namens het district een medeblik van het gewest Noord-Holland-Utrecht van de KNSB. Sjaak, je bent al heel wat jaren voorzitter van De Noord. En heb op je eigen karakteristieke wijze leiding gegeven aan het bestuur om dit hier allemaal te realiseren. Er waren nogal wat haken en ogen om het hier voor elkaar te krijgen, zoals het nu is. Ik herinner me nu nog tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Wognum, waarbij je tegen me zei: ik heb die burgemeester eens goed de waarheid gezegd, want het gedonder moet eens overwezen. Ofwel, je bleef doorgaan en erin geloven en vooral je medewerkers te motiveren. Het bestuur van het gewest Noord-Holland-Utrecht heeft daarom ook gemeend om je moeten benoemen
tot lid van Vriensten van het gewest Noord-Holland betreft. Hij is voor rouw en trouw, dus ik ken wel. Voor rouw en trouw. Nou, vooral voor het trouw zijn aan je vereniging. Zo is dat. Ja, zeker, dat moet je verhouden. Kijk, het staat prima. Oh, Cadeau. We hebben de muren voor vrijgehouden. Dat begrijp ik. Daar hadden we al een beetje ruimte voor gereserveerd. Fantastisch. Dankjewel. En wil ik jullie uitnodigen om door dit clubhuis heen. We gaan nu richting de Deur de Boelbaan. Door het clubhuis heen. Thank you.
Hans Kreuger, naast mij, is bereid de opening van deze mooie banen voor zijn rekening te nemen. Verder hebben wij vandaag een aantal VIP's uitgenodigd die een geheel verzorgde Jeu de Boule middag, en dat is van vanmiddag, gekocht hebben op de gemeenschapveiling en werd aangeboden door de KBO. En dat is op zich best eng. Ook die mensen van harte welkom, en die staan al achter ons. Geef ik nu de gelegenheid aan de heer Hans Kreuger om de opening te verrichten. En dan krijgt hij van mij een heuse Jeu de Boule-bal in zijn handen gedrukt. En hij weet wat hij moet doen. En ik hoop dat het lukt. Hans, alsjeblieft. Ik wens al die mensen, al die leden, heel veel succes. Wat ik wel jammer vind, aan de andere kant heel veel jongelui. Aan deze kant zie ik iets minder jongelui. Maar laten we zorgen dat Jeu de Boule weer iets wordt voor de hele gemeenschap. Jong en oud moeten hier Jeu de Boule kunnen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik wens u heel veel jaren, veel succes. Dankjewel. En dank u allen voor die opkomst. En wij geven graag een cadeautje aan de heer Kreuger. Vanwege de Franse dag. Ja, de kaas. Bedankt voor de opening. Ja. Dankjewel. En dan gaan we straks beginnen met een baantje Jeu de Boule. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.